Sint Maartenfeest werd in Utrecht gevierd met de traditionele optocht van kinderen met lampionnetjes van eigen makelij. Het voorbijtrekken van de stoet werd door burgemeester en mevrouw de Raan niet schadegeslagen. Bij het stadhuis gekomen stelden de deelnemertjes zich op om gezamenlijk het Sint Maartenlied te zingen. Op Sint Maarten trekken de kinderen zingend langs de huizen en worden ze door de bewoners op snoep getrakteerd. Hier in Utrecht was het de burgemeester die de versnaperingen uitreikte, daarbij geassisteerd door zijn echtgenote. Voor de jongens en meisjes is dit snoepen wel de prettigste kant van de Sint Maartenviering. De dappere kleine tamboer-majoor werd niet vergeten en de Utrechtse burgemeester was jong genoeg om zelf de koek ook nog lekker te vinden.